De restauratie van de Corneliuskerk in Beuningen is bijna klaar. Om het project af te sluiten werd de gerestaureerde Gouden Haan teruggeplaatst. Die haan is gerestaureerd, maar dat is niet het enige wat er gebeurd is. De leistenen, de torenuurwerk, de verlichting. Je hebt de dakgoten en nou het laatste stukje is dan de haan van de toren. Het is een symbolische afronding van het laatste stuk van de hele restauratie. De restauratie heeft natuurlijk jaren in beslag genomen. En nou sluit het hiermee af. Pastoor Ruud Roefs van de kerk ging zelf ook even mee naar boven. Het was op de eerste plaats ongelooflijk koud. Maar wel prachtig om te doen en een heel mooi uitzicht. En wat ik vooral heel mooi vind is dat je kunt zien hoe ontzettend knap het gemaakt is. En dat ze met de middelen die ze, dan moet ik even rekenen. Ik denk 130 jaar geleden hadden dit voor elkaar hebben gekregen. Dat dwingt heel veel respect af. De vernieuwingen van de kerk waren hard nodig met het oog op de toekomst. En het heeft heel wat jaren gekost. Maar dat is niet iets van de laatste paar jaar. Daar gaat heel veel tijd in zitten. En dat vraagt ook heel veel zorg en aandacht. Je wil natuurlijk iets van vroeger zien te behouden. Het is natuurlijk een monument, een heel kostbaar gebouw. Het heeft ook veel betekenis voor het dorp, voor Beuningen, voor onze parochie. Er zijn heel veel mensen gedoopt, begraven. Dus een gebouw met een grote emotionele betekenis. Maar het is niet alleen zo dat we een oud gebouw willen behouden, maar we willen ook het gebouw opknappen met oog op de toekomst.